Especueles 16, toga virilis deel 3. Het is een spannende dag voor Marcus. Hij heeft zijn kinderspullen aan de laar geofferd en zijn mannen toga door slaven omgehangen gekregen. Na dit ochtenddeel is hij in de middag met zijn vader naar het forum vertrokken. En nu is hij bij met zijn vader in het tabularium bij de secretaris aanwezig. Daar neemt zijn vader het woord... Voke magna, Pater dixit zit. dik zit. Perfect een vorm van dikere. Hij of zij, zij. En Pater is erbij het onderwerp. Vader, zij. Voke magna. En dit zijn twee uh, ablativus vormen. Voke is de ablativus van vox uh, Gaat volgens het rijtje van. Rex en de uitgang E is van de ablativus enkelvoud. Fox een vrouwelijk woord en Magna is ook vrouwelijk noem uh, ablativus enkelvoud. Met luide stem, met grote stem, zei vader. Ekke, kijk, filius meus, mijn zoon, Marcus Pomponius Crispius. En dan de scriba respondit, de scriba antwoorden. Filius tuus. Kivis Romanus nunc est. De persoonsvorm is est. En dan hebben we te maken met een, een, een koppelwerkwoord. Waarbij we dus een nominativus hebben die het onderwerp is. En een nominativus die namelijk deel van het gezegd is. En in het Latijn is daar lastig onderscheid tussen te maken. Um, Filio tuus, kivis Romanus. Allemaal nominatiefs enkelvoud, mannelijk. En. Filius Tuus benoemen we nu als nominativus, als onderwerp. Jouw zoon. En wat jouw zoon is, Kivis Romanus is het namelijk deel van het gezegde, is nu een Romeins burger. Postea in Monte Capitolino, Marcus et Pater, Sacrificum fecunt omnibus Deis. Nou, dat is het laatste onderdeel. In ieder geval het, het uh, officieuze, officiële gedeelte. Later. In Monte Capitolina op de berg de Capitool. Marcus et Pater. Dit zijn, het onderwerp bestaat uit twee delen: Marcus et en vader. En dan fake Eeroend. De uitgang: Eeroend. Een derde persoon meervoud perfectum. Klopt ook omdat het. Meerdere personen, het onderwerp zijn Marcus en vader maakten wat zij maken staat in de accusativus, een sacrificium, een offer en voor wie zij het maken staat in de Dativus, Omnibus, een Dativus, meervoud. Wordt verbogen volgens Fortis omnis, is de nominatieve ingevoud. En in de uitgang ibus, dus voor de datief of is. en hier een dativus, omdat het goden betreft. Ze maakten een offer voor alle goden. Echt alle goden? Nee, het wordt beperkt door een bijzin. Het woordje qui is een betrekkelijk voornaamwoord alle goden die. Poerem Protex erand En hier hebben we te maken met een plusquam vorm. Um, hoe kunnen we zien dat het het plusquam is? Dat komt door de kenletters Era. Na de perfectum van Protex is de perfectumstam van Protegere. Era, de uh, kenletters ...van het plusquamperfectum en de uitgang NT is van de derde persoon meervoud. Zij hadden beschermd, plusquamperfectum moet je altijd met een vorm van hadden vertalen... ...en als dat niet gaat, dan pas kun je waren vertalen. Die hadden beschermd, wie zij hadden beschermd... ...staat in de Augustivus, puerum, de jongen, daarmee wordt Marcus bedoeld... En dan zien we weer dat het bijvoeglijk naamwoord voor het voorzetsel terecht is gekomen, en daarna komt pas het zelfstandig naamwoord waar het bij wordt. Omnes peranos gedurende alle jaren poeritiae genitivus, alle jaren van zijn kindertijd. En dan zit het officiële gedeelte erop, maar dan krijgen we in de avond nog een Minder officieel gedeelte, antea pateramicosat, canam communem intra invita verat. Ook hier zien we een plusquam perfectum vorm. We herkennen de vorm era na de perfectum stam. Vitav is het perfectum van invitare, uitnodigen. Um, hij had uitgenodigd, het onderwerp is vader, vader had amico's vrienden uitgenodigd en waarvoor hij hen had uitgenodigd staat met ad plus een accusativus ad. Kenam, en enkelvoud vrouwelijk en dan comunem is ook een en enkelvoud vrouwelijk, want communis um, gaat volgens fortis en dan zien we de uitgang m bij de accusativus enkelvoud zijn. Omnes venerunt. En hier zien we weer een perfectumvorm. Allen kwamen. Er wordt bij invita verat een plusquamperfectum uh, gebruikt. Omdat die handeling afgesloten moet zijn voordat allen konden komen. Twee handelingen in het verleden. En de handeling die het vest in het verleden was moet dan met de plusquamperfectumvorm worden weergegeven. Hij had dus alle vrienden uitgenodigd, allen kwamen en Kenad, erat, Optima, de maaltijd was zeer goed. Pos kwam Servi, Vinum, Dulke, Hospitibus, Tradiderunt. Nadat slaven, Servius het meervoud, Tradiderunt is overhandigen. Nadat slaven hadden overhandigd en wat zij overhandigen staat in de accusativus Vinum, is een accusativus enkelvoud. En Dulke zien we ook weer bij. Uh, fortis doelkis is de nominatief enkelvoud mannelijk. betekent zoet of lief. En in dit geval zoet. Doelke is de accentief enkelvoud um, onzijdig. Kan ze wel act zijn. Maar hier is de nominatief het onderwerp. Is, onze, uh, is de nominatief meervoud. Dat kan het niet zijn. Dus moet het wel bij de accentief enkelvoud vinum horen. Nadat nou, slaven. Hadden overhandigd zoete wijn. En dan ze hem overhandigen staat in de dativus. Meervoud aan de gasten. Omnes pocula soestulerunt. En ook hier hebben we te maken met een perfecte vorm. Soesteli is het perfecten van tollere. Tollere soesteli, optillen. Allen tilden de pocula de bekers op. En dan ge geven ze een toast. Kivinovo, het illustroviro. Felicitas magna. Um, felicitas, een nominatief enkelvoud. Felicitas, felicitates. Geluk of voorspoed. Magna, congrueert, daarmee, is ook nominatief enkelvoud. Vrouwelijk. Grote voorspoed. En voor wie dat bedoeld is, staat in de dativus. Kivo novo, voor een nieuwe burger. Et illustro viro. En een aanzienlijke, een illustere man.